Consumer Awards, al een jarenlange traditie voor onze toppresterende business partners. Aan de hand van een aantal criteria: kwaliteit, gastvrijheid, duurzaamheid, innovatie. De genomineerden. Back to Life, Holland Boulevard. Apotheek Schiphol Plaza. Award is geworden. Oh ja, die roffel. Ik weet niet hoe lang die roffel duurt, maar. Met 32% de spandoekautomaat. Gefeliciteerd. Die waren. Oh, bedankt. Volgens mij zie ik hele blije gezichten. Ja, absoluut. Ja, niet verwacht. Wel gehoopt en gewonnen. Heel blij. Ja, fantastisch. We zijn pas 3 jaar bezig, dus dan is het heel mooi dat je deze prijs al wint. Nou, inderdaad. Ja, we hebben een fantastische avond. Diverse prijzen gewonnen. Ja, dat is hem. De Innovation Award van 2011. Wij hebben gewonnen de Guest Friendliness Award. Zowel voor als achter de douane, zoals we dat noemen. Dus we hebben voor een heel Schiphol zijn wij het meest gastvriendelijk geweest. Dit is hem. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien zo. Er zit een mooi schildje op. En het bijzondere aan deze award, want dit is dan de Corporate Responsibility Award. Dat is gewoon een hele bijzondere award, want dat is de eerste keer dat die uitgereikt is. En dat gaat over de omgeving, je footprint, het milieu. Ja, over alles wat daarbij komt kijken. En het is leuk om inderdaad, wat hij zegt, na 3 jaar gewoon heel hard te werken. Een beetje erkenning te krijgen van het publiek, wat je hoopt dat het publiek het leuk vindt. En dat lijkt nu, dat vinden we heel cool. Deze prijs betekent eigenlijk de bevestiging van ons concept. Hè, dus mensen helpen waarvoor je bent. Wij zijn een gezondheidszorg onderdeel en dan moet je de mensen ook goed kunnen helpen. Annuleer uw vlucht, u hoeft niet naar een ander land. Blijf gewoon een week op Schiphol, want daar koestert men de klant. Dankjewel, Monique.